Robert, ik neem aan dat jou in de afgelopen dagen die waren wat beter dan misschien dan de afgelopen weken, maanden. Ja, het was een beetje hectisch, ja, maar ja, ook wel weer eens een keer leuk. Ja. Hoe is dat als je dan zeg maar binnen 10 minuten misschien een gevoel om kunt draaien? Want dat is toch hoogst opmerkelijk. Ja, dat is opmerkelijk, maar ik heb al eerder aangegeven dat dat gevoel dat had ik al dat ik dat eerder had kunnen doen. Het begin van het seizoen, laten we maar zeggen. En ja, dat is nu eindelijk gekomen en ik ben blij dat ik dat heb kunnen waarmaken. Ja, jij vroeg mij of ik de trainer wilde vragen wat zijn plannen met jou zijn. Hij zei tegen mij van... Correctie. Ik vroeg dat niet, hè? Nee, nou ja. Oh nee, nou ja. Nou ja, jij zei je moet de trainer vragen. Ja, ik vroeg niet of ik wilde vragen. Nee, oké, okay, dat heb je helemaal gelijk aan. Maar goed, ik heb hem maar gevraagd. Hij zei van, Robert heeft een goed signaal afgegeven. Wat denk jij wat dat betekent voor de toekomst? Ja, dat is altijd de vraag. Ik ben benieuwd wat hij donderdag gaat doen. Hij ook? Ja, nou ja, we gaan het zien. En wat het in de toekomst, ik hoop dat ik meer minuten ga krijgen. En dat ik het vaker kan laten zien dat ik even belangrijk kan zijn voor dit AZ. Heb je het nou lastiger gemaakt of makkelijker, denk je? Dat is weer een vraag die je aan de trainer moet stellen. Ja, die heb ik gesteld. Het ging een beetje omheen. Ja. Ik zou het niet weten. Ik denk beide. Hoe ziet trouwens zo'n dag, twee dagen eruit bij de muurtjes? Na zo'n, als je twee keer hebt gescoord en toch wel een beetje met man of the match. En je krijgt gewoon een prijs van VI en weet ik allemaal wat. Je mag met ons praten. Hè? Ja, dat is ook een hele eer. Dat snap ik. Nee, zo'n dag is precies hetzelfde als al andere dagen. We eten om 12 uur en... Volendam. Ja, nee, er verandert echt niks. Er is veel aandacht. De kranten liggen op tafel. En zoals ik zei, ik krijg veel berichtjes en iedereen is lovend. En dat is mooi. Ja, misschien mag je toch spelen in Israël nu. Over een paar weken. Ja, dat is toch een droom die dan even goed uitkomt.